Oké, ik weet niet of mij gehoord kan worden. Ik hoop het wel. Er is mij het een en het ander gevraagd of ik even wou laten zien hoe je dus iets in Premiere moet gaan zetten. Nou, ik ga dus als eerst naar YouTube toe. Dan ben ik dus op YouTube. Nou, jullie zien dus een hele hoop dat ik dus heel veel aan het volgen ben, zoals D, et cetera. Zoals mijn moeder en zo Knol, die staat er ook altijd. En Milan. Maar daar draait het nou niet om. Ik ga dus naar het mooie video-icoontje waar dus een plusje staat. Daar klik ik op. En dan ga ik naar video uploaden. En dan krijg ik dus een heel ander scherm. Dan ga ik naar een bestand selecteren. En dan ga ik naar deze. En dan heb ik dus overal datums. Zoals jullie wel kunnen zien. Nou, dan ga ik deze pakken. En dan naar Rotterdam toe. Openen. Nou, dan moet hij even inladen. Naar Rotterdam. Dat is leuk. Dan ga ik hier gelijk naar zichtbaarheid. Ja, misschien is het voor jullie even heel raar hoe ik het allemaal doe. Maar dat vind ik wel het fijnste om te werken. Ja. Dan heb je dus opslaan of publiceren. Nou, verborgen, openbaar of, nou ja, of plannen. Nou, dus dan ga ik naar plannen toe. En dan krijg je gelijk hier instellen als première. Nou, dan ga ik even gelijk kijken. Dat kan dus niet wat ik wou. Wat ik even ook altijd even doe, dat is hier naartoe. Naar mijn eigen YouTube-studio. En dan ga ik even naar playlist toe. En dan kan ik gelijk. Nee, niet playlistka. Serieus. Nou ga je fout. Video's. Zo, mijn excuus. En dan zie ik dus dat ik het moet gaan inplannen op 3 juli. Dus dan ga ik ook hier naartoe naar 3 juli. Nou, en dan ook weer gewoon op 2 uur. Zoals altijd, elke dag. Hartstikke idee, 2 uur. Nou, en dan ga ik hier dus weer naar details, want anders vergeet ik het. En dan ga ik hier dus mijn ding schrijven, wat ik wil gaan schrijven. Zo. Wij gaan weer zoals vertrouwd. Wij gaan weer zoals oud en vertrouwd naar Rotterdam toe. Naar onze goedkope winkeltje. Stichting Isaak en de Schittering. Vinkenbaan 73. Ja. Gezellig. Oh. Nou, en dan ga ik gewoon naar volgende. Hij heeft nog 8 minuten, maar dat maakt niet uit. En ik maak sowieso wel weer een andere thumbnail. Want die kun je ook zelf maken. Dan kan ik ook laten zien hoe ik die maak. Even kijken hoe ik dat ga doen. Even koekeloeren waar ik het ook alweer staat. Ja, hier. Ik ga naar deze website. Altijd. Vind ik heel fijn om dat zelf te doen. En dan haal ik deze weg. Delete, 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 delete. Deze ook weer delete. Die weg en die weg. Ga ik hier naartoe. Ga ik naar add foto's. Dus foto's toevoegen. En dan ga ik naar vlogreel materiaal. Inderdaad, daar naartoe. Foto's. Dan ga ik wat groter maken. Dat vind ik wel wat zo fijn. Nou, die wil ik er sowieso in hebben weer. Lekker boos kijken naar Karin. Ook gezellig. En ik wil die erin hebben. Vind ik leuk. Ja. Nou, dan ga ik hem uploaden. Hey. En deze vind ik het mooiste. Hoe denk je hoe ik deze, jullie, ja, jij, hoe denk je hoe ik deze foto heb genomen?
Ja. Dan moet ik hem in het midden hebben. Zo. Dan ga ik eerst even naar de achtergrond. Ga ik daar naartoe. Dan een beetje mooi gelig hebben. Vind ik leuker. En dan wil ik die. Beetje groenig, dat is leuk. Of net andersom, ja, dat kan ook. Die daar en dan die. Of een beetje mooi blauw. Is ook kikker, hè? Ja, die is mooier. Ja, wauw, kijk. Springt hij er heel mooi uit. Zie je dat? Wauw. Nou, dan wil ik deze hebben. Waarom ik die wil hebben? Nou, dat kan je zo meteen wel zien. Het gaat me om dit plaatje. Die vind ik gewoon nice. Kan je wel zeggen, ja, maar Karen, en dat is van de auto. Ja, dat klopt. Is ook van de auto, maar ik vind hem leuk. Punt. Nou, dan vind ik leuk. Die. Oeh, lekker boos. Nee hoor. Zo, en dan ga ik naar tekst. Zo, krijgen we dit even ook allemaal gelijk te zien hoe ik dus dit doe. Vind ik leuk. Ja, zo'n keertje. Ho, deze. Die vind ik heel nice. Very nice. Even een ander kleurtje. Oh, lekker in het midden. Andere kleurtje pakken. Zo, en dan ga ik downloaden. En dan doe ik gewoon Rotterdam. En dan download. En dan weer download voor free. En dan bestand opslaan. Ja. Kijk, dan komt het dus hier terecht. Pak ik die. Die knippen. Sluiten. Die bureaublad vloggen, ja. En dan plakken. Kijk, en dan ga ik weer lekker daar naartoe. Die weer weg. En dan thumbnail. Hey, en toen had ik mijn thumbnail. Zo, en dan staat hij er ook gelijk in. Nou, en dan van die paar minuten wat ik heb. Ik heb nog 3 minuten over en dan ga ik naar de volgende. Deze doe ik eigenlijk nooit. Moet ik wel wat meer gaan doen. Maar heb ik nu nog even niet zo heel veel zin in. Dus die sla ik gewoon over. Nou, en dan op plannen. Dat is het enige wat ik eigenlijk doe. En dan lekker op sluiten drukken. Hartstikke idee. Ja. Dat vind ik leuk. Nou, dat was het. Dus dank jullie wel voor het kijken. En doe een duimpje omhoog als je dit een leuke video vond. En ja, dan zie ik jullie heel snel weer terug bij een volgende vraag video. Mazzel, later!